Er zijn natuurlijk nu allerlei mogelijkheden om diezelfde hoge productie van de hoogste kwaliteit gas, om die te realiseren met de circulaire meststoffen die er nu zijn. Dat noemen we circulaire precisiebemesting. Het afgelopen jaar zijn de kunstmestprijzen enorm gestegen. Het kan voordelig zijn om eens te kijken naar alternatieven. Maar wat zijn dan goede alternatieven? En zijn deze net zo effectief als kunstmest? En ben je ook daadwerkelijk goedkoper uit? Ik praat hierover met Herre Bartlema van Precisiebemester. Dit is Boerderij Uitgelicht. De kunstmestprijzen zijn op het moment enorm hoog. Hoe kun je nu omgaan met deze dure prijzen? Ja, door gebruik te maken van alternatieven kun je natuurlijk die kunstmest vervangen. En dat kan op dit moment heel goed. Er is gelukkig heel veel beschikbaar. Als er één land is in Nederland en Europa wat eigenlijk vrijwel zonder kunstmest kan, dankzij de dierlijke mest en de stikstof uit de luchtwassers en de biologische stikstoffixatie, dan is het in Nederland. En wat zijn de alternatieven? Het eerste is, je kunt natuurlijk de drijfmest goed benutten. Dat betekent dat je dat in de wortelzone moet plaatsen met een machine, een zodenbemester. Maar dan ook zonder structuurbederf. Dus dat hier in dit gebied wordt dan eigenlijk altijd de sleepslangmachine toegepast. In dit geval van het loonbedrijf Van der Post. Die sleepslangmachines tegenwoordig hebben de mogelijkheid om daar water aan toe te voegen. Dus dat is altijd wat iedereen zal doen. Water toevoegen geeft al heel gauw een betere benutting van de stikstof in je drijfmest. Maar omdat je zo'n systeem hebt waarbij je er wat aan toevoegt in die tank, kun je er natuurlijk ook meteen stikstof aan toevoegen. En dat hebben ze hier gedaan. Dus de eerste optie die ze in het voorjaar weer de eerste snede hebben benut, is stikstof uit luchtwassers uit Brabant hierheen gehaald, gecombineerd met drijfmest en water. Dat was voor de eerste snede. Ja. En voor de tweede snede kun je dat ook nog doen, alleen dan heb je minder nodig. En dan kom je op een gegeven moment in problemen met je zwavel als je die luchtwassenstikstof gaat gebruiken, want daar zit altijd zwavel in. In het voorjaar prima, is nodig. Maar in de latere snedes kan je heel goed uit de voeten met mineralenconcentraat. Dus dan stappen we over op mineralenconcentraat plus drijfmest plus water. Dat gebeurt hier. Ja. En dan heb je nog op de percelen waarbij je de koeien hebt gehad. Wat je vroeger deed met je kunstmeststrooier, heb je dan nog een machine nodig die staat achter ons. Om die bemesting uit te voeren, wat we noemen het nieuw Nederlands bemesten, achter de koeien aan. Ja. En wat is nou het effect van deze alternatieven op de kwaliteit, maar ook op de opbrengst? Ja, we moeten eerst even spreken over het kostenplaatje. Dus ze betalen nu ongeveer voor de stikstof die ze nu kunnen ophalen, gratis. In het kader van de samenwerking die we hebben met de producentenorganisatie Varkenshouderij, halen we die stikstof op. Daar mogen we voor niks ophalen, want zij moeten ervoor betalen normaal, die luchtwas. Dus dat is een heel groot voordeel. Maar uiteindelijk komen we uit op ongeveer 40 cent per kilogram stikstof. Dat is wat anders dan wat je bij kas betaalt. Hè. Dat is een derde van de prijs die nu wordt gevraagd. Hè, ongeveer. Dus dat is een enorme winst al in kostprijs. Dat kunnen we goed gebruiken. Het tweede is natuurlijk, wat is de opbrengst? Er is een hele grote morele opbrengst, want wij gebruiken nu geen kunstmest gemaakt met Russisch gas, maar we gebruiken de stikstof die in de stallen wordt afgevangen van ons eigen land. Dus we geven daarmee het beleid en daarmee een signaal in de wereld dat wij vinden dat die oorlog daar niet moet worden beloond door nog even extra kas te gaan gebruiken of kunstmest te gaan gebruiken, geproduceerd op die wijze. En dus mee te helpen aan de problematiek die we hebben in Europa, om te zorgen dat de stikstof die we gaan gebruiken, en als we dat dan ontmoeten, gebruiken echt voor die doeleinden waar het voor nodig is. Ja. Namelijk in de glastuinbouw voor hele high-end toepassingen. En dus niet hier in deze teelten. Gasteelten kunnen we gewoon uit de voeten met de meststof die ze hebben. De opbrengsten zijn gelijkwaardig of meer. En de tweede, de kwaliteit is beter omdat je gebruikt ammoniumstikstof in het voorjaar. Het staat allemaal in deltaplan agrarisch waterbeheer. Die hebben factsheets uitgegeven. Daarin staan de beste landbouwkundige praktijken voor het voorkomen van uitspoeling. En stel nou iemand wil die alternatieven gaan gebruiken. Heb je dan ook andere machines nodig? Ben je daar dan weer kosten aan kwijt? Hoe zit dat? Gelukkig hebben we heel veel loonwerkers die hebben geïnvesteerd in Nederland in die sleepslangmachines. Maar boeren kunnen zelf ook moeiteloos water toevoegen. De andere technieken die je nodig hebt zijn natuurlijk de spaakwielinjector. Als je zegt ik wil achter de koeien aan die bemesting organiseren, emissieloos. Maar dat is duur, maar er zijn genoeg loonwerkers die daarin hebben geïnvesteerd. Maar er is nog een andere mogelijkheid. Je kunt ook zeggen, ik kan zelf nu met een eenvoudige machine, zoals hier staat, een boerenmachine ontwikkelen. Ja. Dat heb je het over de prijs van ongeveer 40.000 tot 60.000 euro. Dus je moet je eigenlijk wel met z'n allen doen. Hè? Dus ja. Als je op die precieze messing wil overstappen, moet je dat wel met z'n allen doen. Ja. Maar er is gelukkig een riante subsidieregeling weer op komst voor investeringen in precisiebemesting. Dankjewel voor het. Graag gedaan. Dit was Boerderij Uitgelicht. Wil je geen video missen? Abonneer je op ons kanaal. Tot volgende week.